een hele, hele belangrijke wedstrijd voor beide ploegen natuurlijk. De Hondsrug Derby wordt hij ook wel genoemd. Maar het is toch vooral een kraken onderin de Eredivisie. Groningen de nummer laatst. Na vorige week op doelsaldo. Die 6-0 bij PSV. 13 punten. Emmen staat twee plekjes hoger. Met 3 punten meer. De reden dat deze twee ploegen zo laag staan is onder meer dat ze weinig doelpunten maken. In dit kalenderjaar scoorde alleen Cambuur minder goals dan Groningen en Emmen, die beide 4 keer scoorden. De opstelling van FC Groningen met Verrips als aanvoerder vandaag. Een speler van Emmen, een halfjaartje daar gespeeld. Omdat de eerste aanvoerder Pedepessi op de bank begint. Voor hem speelt Orad Mangun op het middenveld. Liam van Gelderen is de rechtsback in plaats van Dankerlui. Nieuwelingen Altman en Seurissen. Allebei voorlopig afwezig door blessures. Veldmaten. Een van de 5 spelers in de basis bij Emmen die een verleden hebben bij Groningen. Dat is natuurlijk ook voor de trainer van Dick Lukien die deze 11 namen het veld in heeft gestuurd. Met Veldmaten de aanvoer dus weer terug in de achterhoede met 3 centrale verdedigers. Antonissen gaat daardoor naar de bank. Duo voorin, Diemers en Zivkovic. En voor het eerst bij de selectie, maar op de bank. Danny Hoessen. Voor Balker. Manu, die is voor de goal. Manu, de buitenop bij de Wierik. Weggetje. De bal naar Blokzijl. Manu. Soeslof. Nog een keer Manu. En de krijgen die weg. En... Manu tegen de paal. De fluit ging naar de mond bij Guzebue. Bij het moment waar Balker tegen het gras gaat. En nu iedereen om Guzebue keek. Die op zich goed het voordeel had. Er komt een kans uit voor Manu. Dat het te weinig is voor videoscheidsrechter Blank om een penalty te adviseren aan Guzebue. Manu. En die bal was nog bij Peppi. En 1-0 voor Groningen. Van der Hart op het verkeerde been. Als die bal ineens van richting verandert. En bij de spits en topscorer Ricardo Peppi komt. Manu op de kop van de 16. En dan dit balletje. Via de hak van Hoven. Uiteindelijk nog bij Peppi komt als bewust doet Hoven. Is het een prachtassist. Beide ploegen willen zich herstellen van een nederlaag. Groningen met 6-0 onderuit in Eindhoven bij PSV. Emmen in eigen huis met 1-0 onderuit tegen Fortuna. Het zijn moeilijk scorende ploegen op jacht naar punten. Doelpunten. Ze buurt neemt de tijd om iedereen neer te zetten. Diemers staat klaar voor de vrije trap. En daar is de 1-1 al. Araujo. Dat is heel snel. En uit het eerste gevaarlijke moment van Emmen valt ook gelijk een doelpunt. Araujo volledig aan de aandacht ontsnapt. Blokje van Zivkovic op Balker. Die Araujo dan eigenlijk ook kwijt is. Martin Drent. Groningen. Ziek. Heel graag nog een keer een wedstrijd van Groningen. Dat is mogelijk gemaakt. Mooi dat dat kan. Maar de eerste paal was de bal even kwijt. Dat was Soeslof. Groningen.
Boxel en Balken, zoals eigenlijk altijd. Van Gelderen. Heel ruim naast. Paxie van Hoven. Goed, wordt bediend. De voorzitter is ook prima. De voetbal is van Pekin. Degradatiespook zijn. Jirik. Hier naar voren. Daar is Hoesem. Daar is een Blokzijl. Dat goed oplost. Dat komt goed. En er tussen twee man door te gaan. Dat is niet zo slim. Diemers. En Hoesem. Oh, te hard voor Bernadou. Alsnog Ushuari. En dat heeft voor Ipsum. Van Veen door. Goedje Bouchouari. Verder Diemers. Wat moet doen? Overtreding van Norad Mangoen. De Balker. Vlindig gemist door Bernadou. Ja, hij kan het nog een keer proberen. Dan moeten we het maar als een schijnbeweging zien. Die eerste poging. Dus met de trap. Gelderen. Weggehaald. Slechts voor even. Araujo helemaal vrij, daar is Sivkovic. En een enorme kans, maar Araujo stond buiten spel volgens de grensrechter. Dat staat net aan. Diemers gaat ook deze in één keer voor de goal proberen te brengen, daar slaagt hij niet in. Binnen. Dat is nog wel net aan. Dan is Diemers er vandoor. Diemers. Wat een moe met het blok. Dus aangetikt door de Wierik. De Wierik heeft al geel. En gaat er vanaf. Nota bene Mike de Wierik. Die de eerste seizoen zelf van Groningen speelde. Trapt daar in Randers per ongeluk op de voet. De eerste keer dat de Zebuur een rode kaart geeft dit seizoen. De eerste keer dat de Wierik er eentje krijgt. Schietkans voor Hoven. En losgelaten en paniek achterin bij hem. Een balende Mike de Wierik. Over. Dank u wel. Dank u wel. Peppi kan hem klaarleggen en
Ongekraakt. Schot van Cher. 10 minuten. Minimaal komen erbij. Soeslof. Groningen drukt. De eerste overwinning onder Van der Ree te bewerkstelligen. En om de punten gelijk te komen met Emmen. De strijd tegen degradatie. Lokzijl. Lokzijl. Deze heeft Van der Hartklep. Manu. Geblokt nu door Bouchouari. Soeslof. Nu naar binnen, weer met rechts. Stuiterballetje en via Araujo komt er nog een corner voor Groningen. Makkelijk weg te halen door Veldmaten bij de eerste paal. En dan is het afgelopen. Blijft het 1-1 en wint Groningen dus weer niet. Nog steeds geen zegen onder Van der Ree. Dat is de hele wedstrijd. Een beetje in ogenschouw neemt. 1-1. Een terechte uitslag, maar ook een uitslag waar beide ploegen niet zo gek veel mee opschieten.